Het Eid al-Adha-feest is ook door de Surinaamse Moslim Associatie, SMA, de leiding 9 gevierd. Vanmorgen is er gebeden in de moskee te Livorno, waarna de leden naar de slachthal te leiding 9 zijn vertrokken om het slachtingsritueel te voltooien. Volgens Raman Kadirbak, secretaris van de Surinaamse Moslim Associatie, zijn er vanmorgen in totaal 40 stieren en 5 schapen geofferd. Kadirbak legt het verder proces uit vanaf de slachting tot de verdeling van het vlees. Kijk, er wordt geslacht. Bij wijze van spreken, als ik ga slachten voor mezelf, dan moet je voor jezelf een intentie hebben. Toch? En je moet Allah, de Almachtige, vergiffenis vragen en vragen dat jouw offer wordt geaccepteerd. En dan volgt de slachting. En bij de slachting wordt dan ook een gebedje opgezegd. Laat me voor alle duidelijkheid zo zeggen, wanneer je een stier dan wel een schaap slacht, offert, dan moet je 1/3 deel van dat vlees achterlaten voor arme mensen. En de rest mag je meenemen om dan onder jouw familieleden en vrienden, kennissen te verdelen. Dus dat vlees die hier achtergelaten zal worden, dat vlees wordt dan verdeeld onder de leden van de Surinaamse Muslim Associatie. Niet alleen, maar ook aan anderen die zich daarvan te goed willen doen. Ramon Kadirbak, secretaris van de Surinaamse Muslim Associatie. Volgens Ronnie Kranenburg, Animal Health Assistant of keurmeester, moet hij erop toezien dat de dieren die geslacht worden en aan de gemeenschap wordt aangeboden, voldoen aan de eisen van voedselveiligheid. Kranenburg legt uit hoe het vlees wordt gekeurd. Je doet bepaalde handelingen. Ja. Je voelt hart, je voelt het hart af, je snijdt open. Weet je? En kijken of er geen afwijkingen zijn. Er is natuurlijk bloed in het hart. Het hart ziet er goed uit. Hartzak is niet vast blijven kleven aan het hart. Weet je wel? En dan ga je naar de longen. Maar voordat je de longen opensnijdt, keur je eerst de medestinale lymfeklieren. En dan, dit is een deel van de slokdarm, dat verwijder je ook. Maar ik ga hem niet helemaal verwijderen. Dat was Ronnie Kranenburg, Animal Health Assistant. We spraken hem vanmorgen in de slachthal van de Surinaamse Moslim Associatie, SMA, te leiding 9, waar na het Eidgebed de slachting plaatsvond.